Ashwin, Harpal, ATV. Goeiedag, bondscoach. De vorige keer hadden we Conrad en Wilkerman. Die waren onze spitsen. Deze keer niet in de eindselectie. Waarom? Hilterman is nog niet helemaal fit. Hij heeft de hele voorbereiding apart getraind, maar niet helemaal volledig met zijn ploeg getraind. Conrad, daar heb ik een andere keuze voor gemaakt. De keuze is gebaseerd op het feit dat ik een ander soort type spits zou willen zien. Op zoek ben naar een ander soort type spits. Hilterman en Conrad lijken heel veel op elkaar. En ik wil ook kijken of we een ander soort type spits in huis hebben. Want elke wedstrijd vraagt een ander soort type speler, spits soms, of vaak spits. En nu heb ik de gelegenheid om daarnaar te kijken. En vandaar de keuze. We hebben genoeg spits in huis. Ik heb Hilterman en Conrad gezien nu. Twee video's. En dienen zich andere spitsen aan met andere kwaliteiten, soorten kwaliteiten. En ik wil graag zien hoe zij zich manifesteren onder deze omstandigheden. En ik wil ook heel graag een ander soort type spits zien die we zouden kunnen gaan gebruiken. Vandaar de keuze. Dankjewel. Marciano Mersen, Key News. Goedendag, bondscoach. Ik wil deze vraag stellen ten aanzien van Ischia Nohab. Zij was in de voorselectie, maar laten we zelf wel zijn naam wel binnen die één selectie. Hoe komt dat? Waarom? En ben ik blij dat Sean Kluiber nu weer eindelijk erbij is. In de hoogste ik het erop alsof hij dus niet meer zo aanmelden, zeg maar. Maar is het weer bij, ben ik blij dus met zijn toevoeging. Laat ik met die laatste vraag beginnen. Sean Kluiber, die heeft dus twee dagen geleden afgezegd. Brian en ik hebben een week of een maand geleden, denk ik, een heel goed gesprek met hem gehad. Hij was weer fit. Hij kon nu twee wedstrijden spelen, zowel voor zijn club als voor ons. Of twee wedstrijden, de nationale dienen en zijn club, dat kon hij nu weer opbrengen, fysiek. Dus hij heeft aangegeven dat hij weer beschikbaar is. Daar zijn we heel blij mee, want ik denk dat een hele goede toevoeging is qua leeftijd, qua manier van spelen, qua persoonlijkheid. Alleen hij heeft zich twee dagen geleden wederom afgemeld en aangeeft dat hij nog steeds een beetje last heeft van de knie en dat hij deze periode wil gebruiken om naar zijn knie te kijken. Ja, daar hoop ik voor mij op. Ja, we hebben een vervanger in Liam van Gelderen. En dat wil ik ook even goed toelichten voordat we die vraag krijgen. Als we krijgen, is geen probleem, maar je weet hoe ik selecteer, ik kijk naar kwaliteit. Dat is het allerbelangrijkste, dat je goede kwaliteit hebt. En dat wil niet zeggen dat je altijd de beste speelt, maar kwaliteit, de juiste kwaliteit voor het elftal. Ik kijk hoe fit spelers zijn, want je moet reizen, je moet onder andere omstandigheden spelen. Dus je hebt spelers nodig die fit zijn, dus daar kijk ik naar. Maar soms moet je door de vingers kijken omdat je geen andere mogelijkheden hebt. Liam heeft deze zomer transfer gemaakt naar RKC. Heeft een goede voorbereiding gehad. Ik heb met Henk Vrees en zijn coach nauw contact met hem gehad. Over hem gehad. Hij komt in een nieuw elftal waar als spelers spelen. Dus hij moet op zijn beurt wachten. Hij heeft wel wat minuutjes gemaakt in de voorbereiding. In de eerste wedstrijd, dacht ik, heeft hij wat minuten gemaakt. En dat zou normaal te weinig zijn, maar als je niks anders hebt, omdat de andere backs geen clubs hebben op dit moment, dan moet je hierop terugvallen. En dus dat is Leo van Gelderen. En de eerste vraag was weer.
Ja. Luciano zat in een moeilijke positie bij zijn club. Trainde niet met zijn elftal, niet met zijn selectie meespeelde met selectie. Ja, dan kan ik je ook niet selecteren, vind ik. Ook in dit geval, we hebben enorm veel backs, of enorm veel meer dan genoeg backs. Met Van der Kust, met Paal, die zelfs linksback kan spelen, met nog andere speler die zich aandient, die linksback kan spelen. Maar we kennen de kwaliteiten van Haps, we weten wat hij kan, we weten hoe zijn hart is voor het elftal. En op het moment dat je weer bij de selectie hoort van je club, op het moment dat je weer minuten gaat maken bij je club, komt bij mij weer een aanmerking. En ja, hij heeft een enorme toegevoegde waarde voor het elftal, vind ik, waardoor ik hem alsnog heb geselecteerd. Marino Bouterman van de Ware Tijd. Ja, goedemiddag. Zijn vier nieuwe spelers mee. Welke kwaliteiten brengen deze spelers aan de selectie? Voordat ik daarop inga, we hebben aangegeven dat, dat de pool groter is. Er zijn veel spelers die beschikbaar zijn. Maar we willen niet te veel gaan wisselen elke window. Ik heb twee nieuwe spelers voor je in de spits, wat ik al aangaf. Die hebben andere kwaliteiten die de andere spitsen hebben. Ik zoek eigenlijk naar een aanspeelpunt. Iemand die je aan kan spelen, de bal vast kan houden en waar mensen onder kunnen komen. Maar tegelijk ook iemand die gewoon diepte kan maken achter de verdediging van de verdedigende partij kan komen. Vandaar deze twee keuzes, Vente en Burgzorg. De andere is Isaias. Vorige winter kreeg ik de vraag waarom ik Dion Malone los selecteerde op die leeftijd. Ik heb aangegeven, ja, het is een belangrijke speler, nog steeds fit, maar wij zijn nog aan het kijken naar de toekomst, naar de verjonging. Je kan Dion alsnog meenemen, maar waarom zou je iemand van 35 helemaal uit Cyprus halen? En dan hier twee wedstrijden op de bank laten zitten, wat de vorige keer zei, is gebeurd. Dat heb ik met hem besproken en dat kon hij inkomen. Zijn video's, Isaias, dient zich al een tijdje aan. Een jonge, veelbelovende speler bij ADO. Met zijn club gesproken, hij richt zich nu specifiek op de centrale verdedigerspositie. Waarschijnlijk niet helemaal zo ver als we willen of denken, maar dat gaan we nu zien. Ja, het is makkelijker, maar ik moet niet verkeerd zeggen, maar om hem twee wedstrijden op de bank te zetten dan iemand van 35 die heel veel ervaring heeft. En dat wil niet zeggen dat ik zelf niet over hier naartoe breng om op de bank te zitten, maar dat is wel een andere insteek. En de laatste is Denzel Limitana. Ook op het middenveld zoeken we andere type spelers, een meer creatieve speler, een spelmaker. Alhoewel hij bij zijn clubs veel vanaf de rechterkant heeft gespeeld, maar hij zou heel goed op 10 kunnen spelen en dat willen wij ook graag zien. Op het middenveld hebben we met Verheij die op 10 kan spelen, Lonwijk die op 10 kan spelen. En dit is een andere soort type 10 die op 10 kan spelen, maar ook een reserve kan spelen. Dankjewel, Jeff Kramer. Als jullie even aangeven voor wie die vraag bestemd is, altijd mag je. Ja, de vraag is bestemd voor coach en ook eentje voor de general manager. Ja, de general manager. Drie posities wil ik bespreken. De aanval. In de aanval zien we dat Jamil Jolietus het dit keer niet heeft gehaald naar de eindselectie. Heeft dat te maken met de komst van Wente. Op het middenveld zien we dat Virgil Missidense positioneert op het middenveld. Terwijl we hem kennen als vleugelspeler. Hij kan ook op 10 spelen. Wat is precies de bedoeling met Virgil Missidense? Hoe wilt u hem gebruiken? En in de verdediging, er was sprake van, dacht ik zo, dat Danilo Duki zich zal voegen bij de selectie. We zien hem dus nu niet in de voorselectie en niet in de eindselectie.
hoe zit het, in welke fase wil wij zijn? Papieren dat ik zo die enorm gemaakt zal worden. En die vraag is dus voor ons het derde moment. Die laatste is voor Brian, hoop ik. Ja, dat is het. Even kijken, de eerste. Jamilio. Ja. Er is heel veel concurrentie. We kennen het niveau van Jamilio. We hebben ook gezien dat het een stukje minder is dan de laatste jaren. Of het laatste jaar. En het is eigenlijk met heel wat Robin zo geweest, heb ik begrepen. Ik heb ze zien spelen op Curaçao. Het is wat minder. Het is logisch voor zo'n club die jarenlang op een heel hoog niveau spelen. Dus ook de spelers, dat ze in een dip zitten. Maar los daarvan, als we kijken wat er om hem heen geselecteerd wordt, ja, is van een ander niveau. Dus ik heb jongens al gebeld en uitgelegd. Maar we blijven ze volgen. En dat is de reden waarom Jamie Mill er niet bij zit. Trouwens, gefeliciteerd met kampioenschap. ja, Virgil kan inderdaad vanaf de buitenkant spelen, vanaf de linkerkant, maar kan ook op 10. En ook dat is weer, wat voor soort type speler heb je nodig in die wedstrijd? Ik kan me voorstellen dat als je met tegen de speler tegenstander speelt die heel teruggetrokken speelt, dat je een ander soort team nodig hebt dan als je met een tegenstander speelt die jou onder druk zet, met veel ruimte in hun rug. Dus daar speel je een beetje mee en zo kan je veel wegzetten op 10, maar je kan hem ook wegzetten op aan de linkerkant op 11. Dan de laatste vraag van Brian. Danilo Bukki. Dat loopt al een tijdje. Ik heb hem afgelopen week nog gesproken. Het is natuurlijk een stukje proces wat er met Doekie is. Er wordt natuurlijk wat getrokken. Er is nog deze week een transferperiode die afloopt. Hij heeft eigenlijk al toegezegd. Maar mocht er nog een transfer komen, wil hij er wel over nadenken. Maar in grote lijnen heeft hij toegezegd om toch te komen. Dus dat sportpaspoort loopt. Het is alleen nog een FIFA-kleding om daar ook hoort op te krijgen. Dus dat is het verhaal van de Mevrouw Doekie. Andere mediahuizen voor aan de Marciano Slaan van ABC. Goedemiddag heren, de vragen zijn voor de bondscoach. U heeft in uw inleiding twee keer aangehaald dat de nieuwe jongens in de spits bij zijn, omdat u naar een ander type spits zoekt. Ik ben benieuwd naar wat voor type u zoekt en als u dat niet had met de vorige spitsen. En ten tweede, we zien ook deze keer dat er weer nieuwe jongens bij zijn. Een van de grote kritieken, zal ik maar zeggen, om te komen tot volle wasdom van de selectie is dat er te weinig momenten zijn waar de jongens samen spelen. Maar als we nu zien dat bij elke win moet er nieuwe jongens komen, wanneer zal het zo zijn dat we een stabiel team hebben dat veel vaker met elkaar samenspeelt? Want nu heb je dus weer vier nieuwe erbij. Je moet gaan aanpassen in wedstrijdsituaties. En je blijft eigenlijk hangen bij dat van ze trainen en spelen niet genoeg samen. Hoe denkt u dat op te lossen? De eerste vraag was type spitsen. Laat ik proberen het uit te leggen. We hebben met Conrad, met Hilterman hebben ze spitsen die in ruimtes lopen en achter de linies van de tegenstander willen komen. En ik ben op zoek ook naar een spits, en nogmaals ook, die op de 16 meter de bal kan vasthouden, waardoor de middenvelders kunnen aansluiten. Dus niet iemand die alleen maar in de ruimtes loopt, maar ook gewoon op de 16 meter of in de 16 een aanspeelpunt is waar mensen onder kunnen komen. Ik geef een voorbeeld. Robin van Ajax is een ander type spits dan Achapon. Apon. Robin is, die kan je dus in de 16 meter aanspelen met zijn fysiek. En hij kan de bal van snel weer afleggen. Maar hij kan ook zelf draaien en schieten. Maar Robin kan ook achter de laatste linie van een tegenstander komen.
zijn als je dat hebt. De tweede vraag, ja, dat is heel lastig en dat klopt helemaal. Als je een team van wil maken, dan moet je eigenlijk met dezelfde spelers, zelfs wel selecteren en spelen. Maar er dienen steeds meer spelers aan en kwalitatief betere spelers. En dat is het eerste waar ik op selecteer, kwaliteit. Dan moeten we maar in deze window moeten we maar kijken of we met de rest van de spelers er toch een team van kunnen maken en toch beter worden. En daarom dat ik geen 7, 8 spelers heb geselecteerd, maar in elke linie maar dan voorin 2, middenveld 1, achterin 1. Maar de basis is eigenlijk staat nog steeds en dat is voor mij belangrijk. Zo proberen we iedere window, als het nodig is en als het kan, te kijken waar we ons kunnen versterken. En dat zal ook de eis zijn naar deze spelers. We hebben erbij gehaald, of ik heb erbij gehaald, je moet wel de toegevoegde waarde zijn voor het elftal, want er zijn anderen voor jou die het goed hebben gedaan, maar we willen altijd beter worden en jij moet ons beter maken, of je nou speelt of niet speelt. Dat is zoals het maar even moet, want we hebben geen andere momenten om spelers in te passen. Terwijl er wel spelers zijn die zich aandienen. Als ik volgende week Messi krijg, ga ik hem toch selecteren. Oké, dan gaan wij naar de tweede ronde als Times. Die vraag is net beantwoord van die vier. Oké. Ik denk na over die vijfde vraag. Dan gaan we vast terug naar de tweede ronde. Wie mag ik als jij naar Mersen? Deze vraag wil ik stellen. U zei zo net sowieso, dus ten aanzien van Sean Kleiber, dan houdt het op. Betekent dat dat jullie wat heeft een aantal keren gezegd dat hij wel komt en dat hij is weer kort voordat de wedstrijden zouden moeten selectie zou moeten arriveren, zegt hij af. Betekent dat dat jullie officieel klaar zijn met Kleiber of de deur staat nog open voor hem? Dat is één. En voor Brian, mijn collega had de vraag gesteld over Danilo Doekie, maar de naam van Javairo de Rozen werd ook genoemd. Dus we willen ook graag weten als dezelfde situatie met hem gaat is. Zo noemen we hem, Javairo, die heeft toegezegd. Dus dat proces loopt. Die is nu geblesseerd. Alleen het is als papierwerk en kleding van de FIFA. Dus dat is kortingkrachtig. Heeft toegezegd, wil spelen. Het is alleen een proces. Een lastige vraag, moet ik zeggen, over Kleiber. Kijk, ik ga nooit deuren dicht doen. Maar we moeten wel realistisch blijven dat je moet hier graag willen zijn. En voor het elftal er zijn en komen. Maar ik kijk ook heel realistisch naar zijn leeftijd en naar zijn blessuregeschiedenis. En ik ga met hem daarover in gesprek. En als het gewoon lastig is, dan is het niet erg. Dat als reden van het gaat niet lukken. Dat is ook een antwoord. Maar als je een paar keer achter elkaar op het laatste moment afzegt, dat geeft geen goed gevoel aan de coaches. Maar ze zeker niet aan de spelers. Dus ik ga wel met hem in gesprek hierover. En als het gewoon te lastig blijkt voor hem, alsnog, op die leeftijd, met die blessuregeschiedenis, dan moeten we zeggen van oké, laten we elkaar een hand geven en gewoon doorgaan. Oké, wat je vertrouwen? Ja, in het verlengde van de vraag van Marciano Salma over de toekomst van Nacho. U heeft een beetje al beantwoord dat u als het nodig is spelers erbij gaat halen. Maar wat is precies het plan? Kunnen we de komende periode verwachten dat bijvoorbeeld in de breedte en in de diepte de selectie nog wat wijzigingen mag verwachten? Met behoud van de kern van de selectie waar u dus verder gaat
uitbouwen. En de andere vraag was, daar ben ik even kwijt, maar goed, misschien dat ik erop kom terwijl ik bezig ben. Het is... Oh, ik heb hem. Ja, nee, maar anders voor het muziek deze. Je elftal, we zijn blij dat we mogen kiezen uit meer spelers, uit soms betere spelers. Dat is één. En twee, je moet langzaam ook aan de toekomst gaan denken. Kijk naar Isaias in plaats van Malone. Maar het is een continue ontwikkeling en dat is normaal. Maar wat wij als extra handicap hebben, jongens moeten zich committeren. Ik kan je, als ik Nederlands elftal ben, of Nederlands elftal coach, ik selecteer je en het enige wat je hoeft te doen, zeggen ja of nee. Hier moet je eerst ja zeggen en moet je een paspoort aanvragen. En dan, dus er zit bij ons nog een heel traject aan vooraf, voordat iemand aan het spelen toekomt. En als ik bijvoorbeeld naar de burgerzorg kijk, ja, we zijn al, denk ik, 3 jaar bezig geweest met hem. En als hij nu toezegt, dan heb je eindelijk wat je wil hebben. Maar het heeft wel 3 jaar geduurd en er steeds zijn andere spelers bijgekomen. Maar het is wel wat je op waar je naar zocht. Dus dat proces dat gaat blijven, omdat we. Kijk, voor een Curaçao, die advocaat doet gewoon spelers op. Hij, ze hebben al een Nederlands paspoort. Of Curaçao's paspoort, of wat dan ook. Dus dat is geen probleem. Wij zitten met dat dilemma dat spelers moeten. Eerst, we moeten achter ze aan zitten. En vooral Brian. Dan moeten ze toezeggen. En dan moet het op papier werken. En je moet dus weten hoe vaak en hoeveel wij bezig zijn om spelers te benaderen. Zover te krijgen dat zij het paspoort aanvragen en dat ze inderdaad komen spelen. Ja, in het hele proces krijg je op een gegeven moment krijg je een hele groep van spelers die beschikbaar zijn. Ja, en dat maakt daar maar een goede selectie van. En dat is waar we eigenlijk mee bezig zijn. Ik hoop dat ik het zo een beetje heb kunnen beantwoorden. Ja. Je tweede vraag. Ja. Die tweede vraag heeft te maken met een component, zeg maar, voor het gemak. Locals, wat is het plan precies met de spelers? We zien nu bijvoorbeeld een Vonkel en Abibi naar de eindselectie hebben gemaakt. Wat is het plan? Hoe gaat u die spelers die er wel zijn, waarvan u denkt die kunnen het niveau aan of kunnen naar het niveau worden gebracht, hoe gaat u die inzetten gedurende het proces? Kijk, ik denk voor jongens die de lokale jongens die erbij zijn, dat het een goed proces is, een leerproces is, op dit niveau sowieso te trainen. En de minuten dat ze spelen of dat ze maken, is alleen maar meegenomen voor hun, want dat is een heel ander niveau dan zij gewend zijn. En je ziet ook heel duidelijk van, sommigen kunnen dat niveau aan, die dikke aan, die kunnen mee met een hoger niveau en sommigen hebben daar gewoon moeite mee. Op een gegeven moment komt het moment met bijvoorbeeld op dit moment Richters dat er een betere op jouw positie is of beschikbaar is. Ja, en wat ik al aangaf, ik ken de kwaliteit en de passing in het elftal. En ik ken het gevoel, het Surinaams gevoel, dat moeten we hebben, dat moeten we houden. Maar kwaliteit blijft altijd nummer 1 staan bij mij. En wanneer wij vandaan komt, Diaspora, als jij het elftal een kwaliteit kan geven, dan ga ik daarvoor. En anders moet ik je helaas op dat moment teleurstellen. Als je weer gaat wel. Bonds, we weten dat de dameselectie van Guyana hier in Westzee had afgewerkt, omdat hun stadion en alles daaromheen niet in place was. Nu gaan we wel onze CONCACAF wedstrijd daar afwerken. Er is een rivaliteit tussen Suriname en Guyana. Het zal geen easy walk worden. Hoe zit het met de voorbereidingen en ook nog even
eventueel zaken waar u aan die zomaar zo'n beetje door kunt komen. Ja, net zoals ons maken zij gebruik van veel diaspora spelers. Volgens mij hebben ze maar drie locals, lokale spelers, 3 of 4. Het rest komt allemaal uit buiten Guyana. Er is de competitie buiten Guyana. De rivaliteit kennen we. Ik ken hem natuurlijk niet zo goed, maar ik krijg alles mee. De voorbereiding, ik heb de laatste 2 wedstrijden van hun gezien. Ten eerste op gefocust. De laatste was Belize en daarvoor was het Panama. Ja, als ik kijk hoe zij tegen Panama spelen, dat was een goed niveau. Ze hebben Panama enorm moeilijk gemaakt. En Panama had 2-0 gewonnen, maar het had ook 5-2 kunnen zijn. Dus een niet te onderschatten tegenstander. Daarnaast kijken we naar de rivaliteit, dat moeten we ook niet vergeten. Dat kennen we, onze jongens misschien niet, de diaspora jongens, dus dat moeten ze duidelijk maken. Ja, een wedstrijd niet te onderschatten. We hebben ze uitvoerig bekeken deze laatste wedstrijden, ook de vorig jaar deze league. Maar ik denk dat we ons moeten focussen op de laatste 2 wedstrijden, waar ik zie dat ze met 9% van de selectie hebben gespeeld. Dus dat verwachten we ook, dat is ook zo trouwens. Dat zien we ook terug in de selectie voor deze window. Marino, was hem af? Ja, dat is Brian, uw telefoon zeggen van. Was coach, wanneer komen de spelers hier aan in Suriname? En we weten allemaal dat bijvoorbeeld bepaalde spelers hadden geklaagd over het veld hier in het SZ-stadion dat het te hard zou zijn, maar wat we daar zullen aantreffen. Mijn ervaring blijkt dat het erger is. Hoe bereid is het voor deze jongens voor om op zo'n veld te spelen? Wat ik al aangaf in het begin, dat zijn weerstanden die we moeten overwinnen. Dus los van de tegenstander zijn dat soort weerstanden, veld, klimaat, noem maar op. Het zijn weerstanden die moeten overwinnen. We spelen op gras daar. Dus we gaan ons ook hier voorbereiden op gras. De jongens komen volgende week maandag komen ze aan in Suriname. En dan willen we eigenlijk zo snel mogelijk herstellen van de trip. Wat misschien van de wedstrijd van de dag ervoor. Dinsdag gaan we proberen een normale trainingsdag af te werken op La Fuente. En dan is het woensdag alweer vertrekken naar Guyana om pre-match training te doen en donderdag spelen. Hele korte voorbereiding, maar ik denk dat zij er ook last van hebben. Het enige voordeel is dat zij thuis spelen en dat zij misschien, want ook deze jongens komen uit een andere continent misschien. Voor hen zal het ook een weerstand zijn op een ander veld te spelen dan ze gewend zijn in Europa of in Amerika. Dat blijft gelukkig hetzelfde. Als je aan de staan dan? Ja, voor de bondscoach. U heeft eigenlijk vanaf uw aantreden ook al aangegeven dat u onze nationale selectie een bepaalde identiteit wil geven. Niet alleen qua uitstraling, maar ook qua spel. Nu weten we een beetje hoe Guyana eruit ziet, qua spelersmateriaal en qua niveau. Heeft u al een beetje in mind wat u wil gaan doen, zeker in die wedstrijd die Guyana technisch, tactisch, qua team samenstelling? Ja, we hebben in ons wel voor ogen wat we willen doen. Als we kijken naar hoe ze hebben gespeeld tegen Panama, hoe ze hebben gespeeld tegen Belize. Dan zie je Belize was de mindere tegenstander, daar spelen ze zo. Panama was een sterkere tegenstander, daar hebben ze zo gespeeld. Wij gaan ervan uit dat zij ons ook zo zien als Panama, een sterke tegenstander. Dus we denken dat ze zo gaan spelen zoals tegen Panama. En kijken hoe je ze hanteert, dat is een van de redenen waarom we een bepaalde selectie hebben gemaakt. We hebben in grote lijnen al voor ogen hoe we willen gaan spelen. Kijken hoe de fitheid van de spelers is als ze aankomen. En ik werk zo dat ik heb een plan A, maar ik heb ook altijd een plan B. En als plan A lukt, dan moet de plan B in werking gesteld worden. En dat wil ik het liefst doen zonder te wisselen, dus in de wedstrijd zelf. Marino,
Trainer Menzo, gedurende deze window is belangrijk om te weten waar zal u met uw technische staf vooral naar kijken. Zeker naar jullie ook kijken naar die WK-kwalificatiewedstrijd natuurlijk volgend jaar. En de twee wedstrijden die nog hierna volgen in de CONCACAF Nations League verband. Waar zullen jullie dus naar kijken tijdens deze twee wedstrijden? Ja, de focus ligt helemaal op 6 punten halen. Want als je 6 punten haalt, sta je al met een half mee, denk ik, in de World Cup. En dan kan je oktober, heb je nog weer 2 wedstrijden, dan kan je november gebruiken, weer als een oefenwindow, om daar weer extra te trainen, te spelen. En dat is uiteindelijk waar wij ons op focussen. Dus eerst deze 3 wedstrijden. Als we 6 punten kunnen halen, hebben we het voortreffelijk gedaan. En daarna in oktober hebben we 2 thuiswedstrijden. En daar moet je ook proberen gewoon het maximaal uit te halen. Dus eigenlijk, en zo gaan we ons op voorbereiden. We hebben gegevens beelden mee van de laatste wedstrijd in Duitsland tegen Martinique. Anguilla was, met alle respect, vond ik geen graadmeter. Maar Martinique vond ik Sint-Vincent, vond ik een goede graadmeter. Wat hebben we goed gedaan, waar kunnen we beter in worden. En daarvoor moet je het hebben op dit moment. Je kan niet, je hebt maar 2 trainingsmomenten. Dus je moet het met beelden doen. En waarin kunnen we beter worden, waarin moeten we ons verbeteren. Waarin, wat is al goed. En zo probeer je deze wedstrijd te benaderen. En deze te spelen. Maar het gaat altijd weer om die. Europa Cup en de Champions League. Maar ze spelen dit weekend nog, dus het kan zomaar dat er andere jongens opgeroepen moeten worden. Maar daar heb je mee te maken, dat weten we. En ook daar hebben we een plan voor. Goed, en dan nog vragen vanuit deze kant. Zeker reden. Nou, dan wil je toch Brian als GM nog iets wil toevoegen hieraan. Nou, dan wil ik je hartelijk danken voor de komst. Voor deze persconferentie en zodra wat te melden is vanuit de nationale selectie, worden jullie dan gelijk geïnformeerd. Bedankt en veilig naar huis.